Welkom in het Amsterdam Museum. Mijn naam is Wim Manuhutu en wij gaan een New Narratives Tour doen bij de tentoonstelling De Gouden Koets. We staan hier voor een groot portret van een nog jonge koningin Wilhelmina, die natuurlijk behalve koningin van Nederland ook koningin was over het hele Nederlandse Rijk, inclusief de koloniën in de Amerika's, maar ook in de Indonesische archipel. En het bijzondere is natuurlijk dat koningin Wilhelmina, nooit in enige kolonie is geweest. En dat daarom portretten, en dat waren schilderijen, maar dat waren ook foto's, eigenlijk in die kolonies de functie vervulden als een soort van afspiegeling van haarzelf. En dat zie je terugkomen dat bij allerlei gebeurtenissen in allerlei overheidsgebouwen haar portret heel prominent te zien is. Maar ook bij gelegenheden werd dat portret meegedragen in parades, in optochten. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Wilhelmina de belichaming is van het Rijk, het koloniale Rijk. En daarom heb ik dit portret uitgekozen, omdat het eigenlijk ook heel vaak werd ingezet als mensen zijn trouw, niet aan Nederland als een abstract begrip, maar aan het Huis van Oranje en dan met name aan koningin Wilhelmina. En als ik kijk met name naar groepen die dichter bij die Nederlandse overheid stonden, bijvoorbeeld die Molukkers, toen nog allemaal Ambonezen genoemd, dan is ook echt het verhaal dat, naar het zeggen, in ieder Ambonees huis, ieder Molukse huis, wel een portret van de koningin hing. Ik denk dat dat overdreven is, maar je ziet wel heel duidelijk dat groepen, bijvoorbeeld die Molukse soldaten van het Koninklijk Indisch Leger, dat die heel sterk werden getraind en opgevoed dat je vocht voor God, Oranje en voor het Nederlandse Rijk. En daarom is die symboliek van zo'n portret, zo'n schilderij, maar ook fotografie van een koningin die eigenlijk altijd afwezig is, maar toch overal zichtbaar, is zo'n krachtig symbool van dat Nederlandse koloniale bestuur. Zowel in de Amerika's, maar zeker ook in wat toen nog Nederlands-Indië was. Aan het einde van de 19e eeuw, in de tweede helft van de 19e eeuw, zie je overal in de westerse wereld dat er wereldtentoonstellingen worden georganiseerd. En dat is een tijd voor de komst van de moderne media, zou je kunnen zeggen, eigenlijk een manier om het publiek in het Westen iets te laten zien uit de rest van de wereld. Dat was natuurlijk ook nog in een tijd dat westerse landen nog heel veel kolonies hadden overal in de wereld. En dus ook in Nederland is in de zomer tot de herfst van 1883 een grote tentoonstelling geweest, die bekend staat als de Wereldtentoonstelling. Die stond op het grote plein wat we nu kennen als het Museumplein. Het Rijksmuseum was er nog niet, dat is natuurlijk moeilijk voor te stellen nu. Maar dat was nog in aanbouw en daar zijn een aantal paviljoens gebouwd waar 28 landen eigenlijk een presentatie, landenpresentatie gaven. Nou, Nederland wilde een aantal dingen laten zien. Natuurlijk de producten die uit de koloniën kwamen, koffie, thee, rubber, noem maar op. Daar was men heel erg trots op, want in die tijd zou je kunnen zeggen dat Nederland internationaal gezien misschien niet meer een hele belangrijke natie was, maar door het bezit van die grote koloniën telde Nederland nog wel mee. En dat was ook heel duidelijk de bedoeling van die presentatie. Men wilde het grote publiek laten zien. Nederland is een klein land, maar met een hele grote kolonie. En je had dus ook het koloniaal paviljoen. Dat was een hele uitgebreide hal waarbij dieren, producten en allerlei objecten uit de koloniën werden getoond. Echt om het Nederlandse publiek, maar eigenlijk ook een internationaal publiek, want die tentoonstelling is een ontzettend succes geweest. Er zijn 1 miljoen mensen naar die tentoonstelling gekomen in de maanden dat die er heeft gestaan. En het Hotel Américain is er speciaal voor gebouwd, net zoals het Hotel Krasnapolski. Dus het heeft de stad ook echt in die zin blijvend veranderd. En we staan hier voor een prachtige vitrine. Die werden ook heel vaak in deze zin opgebouwd met een hele waaier van allerlei objecten. En toen ik hier kwam, werd mijn oog direct getrokken door dit
langwerpige schild en deze zwaarden, want die herkende ik direct als objecten uit de Molukken. Dit is typisch een schild wat uit de Molukken komt. En zo zie je dat ook al in de 19e eeuw informatie, objecten uit de Molukken een rol spelen in, laten we zeggen, het beeld wat Nederland van zichzelf heeft, wat dat ook aan het publiek wil laten zien. Een aantal musea heeft daar eigenlijk ook van geprofiteerd. Natuurlijk het Tropenmuseum, het Volkenkundemuseum. En wat je ziet is dat, en dat is wel natuurlijk met de ogen van nu het pijnlijke en het bijzondere, dat behalve objecten ook dieren, levend maar ook opgezet, werden tentoongesteld, maar eigenlijk ook mensen. Je had in het koloniaal paviljoen had je een Javaans dorp en je had in het Suriname paviljoen een Surinaams dorp waar tientallen mensen uit zowel Nederlands-Indië als uit Suriname waren ingevlogen, maar met de boot naar Nederland waren gebracht, om dan te doen alsof ze gewoon in hun dorp leefden. Ze moesten handwerk verrichten, ze moesten net doen alsof ze naar de akkers en naar de rijstvelden gingen. En daar konden mensen naar kijken die daarvoor hadden betaald. Dat is natuurlijk een vorm van, ja, je zou kunnen zeggen, een menselijke dierentuin. Daar kijken wij nu natuurlijk heel anders tegenaan. Maar dat was op dat moment was dat een gebruik wat helemaal niet zo bijzonder was. En dat laat ook wel zien dat in dat tijdsbeeld natuurlijk mensen uit de koloniën, die kon je daarvoor gebruiken. En er zijn ook foto's van die wereldtentoonstelling waarbij je een klein zwart jongetje ziet en je ziet dan daaromheen allemaal mensen naar hem kijken. Ja, en dat zijn beelden die ons nu natuurlijk heel ongemakkelijk maken, omdat dat niet de manier is waarop je naar mensen zou willen en zou mogen kijken. Wat natuurlijk bijzonder is, is dat in deze Gouden Koets tentoonstelling ook kunstenaars zijn uitgenodigd om eigenlijk na te denken en om commentaar te leveren op de Gouden Koets en alles waar die voor staat. En dit is een werk uit 2017, gemaakt door de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono voor een tentoonstelling in de Oude Kerk. Is toen aangekocht door het Amsterdam Museum, je zou kunnen zeggen met vooruitziende blik. Want wat je hier ziet is eigenlijk een soort van commentaar wat hij geeft op alle pracht en praal waar de Gouden Koets eigenlijk voor staat in zijn ogen. Hij heeft toen een tentoonstelling gemaakt waarin hij op allerlei manieren heel creatief en heel mooi commentaar levert op dat Nederlands kolonialisme en dat zelfbeeld. Wat natuurlijk niet echt goed met elkaar correspondeert. En dit is eigenlijk een kunstwerk wat je op verschillende manieren kan bekijken. Het is mooi, het is heel erg ingewikkeld, zou je kunnen zeggen. Het is een hele abstracte invulling tot op zekere hoogte van het originele paneel. Maar iedereen zal de vorm herkennen als zijnde, dat is het paneel of is een paneel van de Gouden Koets. En tegelijkertijd heb je die schaduwwerking. Nou, schaduwen, zou je kunnen zeggen, die spelen een belangrijke rol in verschillende culturele uitingsvormen van Indonesië, bijvoorbeeld de wayang, werkt ook heel veel met schaduwen. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat Hartono hier doet, is eigenlijk onze aandacht vragen voor die schaduwzijde van al die pracht en praal. En daarom, toen ik dit werk voor het eerst zag, was ik er eigenlijk direct door gegrepen. Ik was niet de enige, heel veel mensen zie je dan de hele tijd staan en kijken, kunnen ze er wat in herkennen. Maar voor mij is het echt een mooie manier waarop een contemporaine, dus een hedendaagse Indonesische kunstenaar, zich verhoudt tot Nederland en het verleden van Nederland, wat het voor een aantal eeuwen natuurlijk heeft gedeeld met Indonesië. En kunstenaars zijn bij uitstek degene die daar eigenlijk op zo'n manier mee omgaan dat het de bezoeker, de kijker, aan het denken stelt. Dus voor mij is dit echt een van de hoogtepunten van de Gouden Koets tentoonstelling. We staan hier nu bij een afbeelding van een aantal vorsten, edelen uit Nederlands-Indië. Want behalve een koningshuis in Nederland had je in Indonesië echt honderden verschillende vorsten. Dat waren sultans, dat waren ook andere vorsten. En een viertal van hen bevond zich tijdens de inhuldiging van koningin Wilhelmina in Nederland.
Dat was de broer van een vorst op Java. Twee andere edelen uit wat nu Kalimantan en vroeger Borneo was. En een vorst uit Sumatra, eilandengroep bij Sumatra. En wat je ziet is dat ze eigenlijk overal werden meegenomen tijdens alle festiviteiten. Ze reden tijdens de tour achter de koets van Wilhelmina. En je ziet ze ook overal op portretten. Ze eten mee bij statiediners. En wat je dan ook ziet is dat die vorsten hun aanwezigheid ook heel duidelijk inzetten om te laten zien. Wij zijn verbonden met dat Huis van Oranje, maar niet noodzakelijkerwijs als onderdaan. Zij zagen zichzelf echt veel meer als bondgenoot van dat Nederlandse vorstenhuis dan als onderdaan. Nou, de krissen die we hier zien, een aantal heel mooi versierde krissen, dat waren eigenlijk behalve steekwapens ook ornamenten, net zoals een staf of een kroon. Het waren objecten waarin mensen konden aangeven dat ze een hoge status hadden. En de krissen die met name door dit soort edelen en vorsten werden gebruikt, die hadden ook dat doel. Je ziet op die foto overigens ook dat ze eigenlijk een combinatie aan kleding laten zien die voor een deel westers is. Het zijn uniformen, je ziet dat met name hier bij de sultan van Siak. Deze foto is uit de verzameling van het Koninklijk Huis. Een aantal onderdelen, die tressen, dat uniform, dat is helemaal westers. Maar tegelijkertijd zie je ook objecten, versieringen, sieraden die heel duidelijk uit het gebied zelf komen. Dus het is echt een mengeling van oost en van west. En die aanwezigheid van die vorsten die werd ook ontzettend opgemerkt in de pers. Er is best flink over geschreven. Omdat dat hield natuurlijk ook het verhaal. Nou, dat Huis van Oranje, Nederland is geliefd. Ook bij de lokale vorsten. Dus in dat opzicht is het een bijzonder verhaal. Maar als je kijkt naar de rol van die vorsten zelf. Zij zagen het heel duidelijk ook als een manier om hun eigen positie eigenlijk te versterken en te verstevigen door te zeggen, wij zijn eigenlijk heel dicht geweest bij de hoogste vorst in het Koninkrijk der Nederlanden. Het was bepaald niet zo dat iedereen daar nou zo blij mee was, want aan het einde van de 19e eeuw zie je ook in Indonesië mensen die wat hebben gestudeerd, die ook gaan zeggen, ja, deze vorsten die houden een soort van feodaal systeem in stand en wij willen echt vrijheid. En dat feodalisme, dat hoort daar ook niet bij. En dan zie je dat sommige vorsten helemaal dicht tegen dat Nederlandse gezag gaan aankruipen. Omdat ze zeggen, nou ja, dat is onze bescherming tegen al die revolutionaire gedachten. Maar eigenlijk de belangrijkste vorst in Indonesië, de sultan van Yogyakarta, die kiest in de 20e eeuw tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 100% de kant van de Republiek Indonesië. Dat was iemand die had in Leiden gestudeerd. Hij was lid geweest van het Leidse studentenkoor. En daarom waren de Nederlanders toen ook best wel bang voor hem. Omdat ze wisten, hij weet alles van Nederland. En dat is niet iemand die je zomaar terzijde kunt schuiven of weg kunt doen als onbelangrijk. Dus je ziet dat bij die vorsten dat er verschillende politieke keuzen worden gemaakt in een latere fase. Het is in die zin natuurlijk wel bijzonder, omdat koningin Wilhelmina in 48 is afgetreden. En een van de redenen was dat zij niet de koningin wilde zijn die de onafhankelijkheid van Indonesië zou moeten accepteren. En vanuit Indonesisch perspectief was dat natuurlijk al helemaal niet aan de orde, want Indonesië zei, wij waren in 1945 al onafhankelijk. Maar het feit dat koningin Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam haar handtekening heeft gezet en niet Wilhelmina, dat was een hele duidelijke keus van Wilhelmina toen. En hier is hij dan, de Gouden Koets. En het paneel waar zoveel om te doen is de afgelopen jaren. En eigenlijk al langer dan je eigenlijk wel denkt. Dat protest tegen dit paneel, of tenminste de functie van de Gouden Koets in ons parlementaire systeem, dat die aan het begin van het parlementaire jaar actief wordt gebruikt, dateert niet alleen van de afgelopen jaren,
Er is eigenlijk al decennia wel protest tegen geweest. En dat heeft vooral te maken met dit paneel, de Hulde der Koloniën. Waarbij dus mensen uit de West en uit de Oost, om die termen toch maar te gebruiken, want dat zijn natuurlijk eigenlijk hele koloniale termen, hulde aanbieden aan de vrouw in het midden, de belichaming van de Nederlandse maagd, dus het symbool van Nederland. En het tafereel past eigenlijk helemaal in het denken over het kolonialisme aan het einde van de 19e eeuw. Waarbij werd gezegd, ja, we zijn er niet alleen om heel veel voordeel te halen uit die koloniën. Dus niet alleen om rubber, thee, olie, tin en noem het maar op weg te halen. Maar we zijn er ook om de mensen op een hoger niveau te brengen. En dat doen we door onderwijs, dat doen we door ziekenhuizen te bouwen, infrastructuur. Dus dat is eigenlijk onze missie. En in 1901... wordt de ethische politiek afgekondigd officieel, waarbij wordt gezegd, wij als Nederland, als christelijke natie, hebben ook de plicht om de mensen in de Oost en de West eigenlijk te ontwikkelen. Dus je zou kunnen zeggen, ontwikkelingsdenken wordt eigenlijk een van de legitimaties van het koloniale bestuur. Nou, als je naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je dat juist aan het einde van die 19e eeuw in de Indonesische archipel ontzettend veel militair geweld is. Omdat ook wordt gezegd, ja, maar kijk eens, dan moeten de mensen ook wel zich willen laten ontwikkelen. En als die lokale vorsten, en dan heb je die vorsten weer, als die zich tegen ons verzetten, nou, dan moet er maar met harde hand worden ingegrepen. Dus de Aceh-oorlog, maar ook expedities tegen vorsten op Lombok en op Bali, die zijn heel erg bloederig, leveren ook buit op. Een deel van die buit komt in musea terecht. Maar je ziet eigenlijk daar natuurlijk helemaal niks van op dit paneel. Hier zie je eigenlijk vooral dankbare mensen die dingen aanbieden, voor de troon neerzetten. En die krijgen daar ook dingen voor terug. Bijvoorbeeld, je ziet hier wordt een boek gegeven. Dus dat is eigenlijk echt het symbool van, jullie moeten gehoorzaam zijn aan ons. Jullie moeten ons jullie producten leveren. En in ruil daarvoor krijg je een boek, je krijgt andere dingen. Dus je ziet heel duidelijk die hiërarchie, zou je kunnen zeggen, van dat koloniale bestel. En nou lezen verschillende mensen dit paneel natuurlijk anders. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uit de West, uit Suriname en Nederlands Caribisch gebied, dat die hier heel duidelijk eigenlijk een voortzetting zien van die geschiedenis van de slavernij. Die op dat moment officieel al heel lang was een aantal decennia was afgeschaft. Maar hier zie je nog heel duidelijk die onderdanige positie, die ondergeschikte positie van mensen uit dat gebied. Hier zou je kunnen zeggen, je ziet mensen in traditionele kledij, je ziet ook mensen van verschillende rangen en standen. Maar ook hier zie je, kijk bijvoorbeeld naar die twee vrouwen, toch heel duidelijk die onderdanige positie tegenover iemand die hoger staat. Dus in dat opzicht is dat paneel ontzettend interessant om over te praten. En ik zou zeggen, hij moet eigenlijk in alle schoolboeken staan om te laten zien dat mensen aan het einde van die 19e eeuw er trots op waren. Die zagen er absoluut geen kwaad in. Maar dat we daar nu natuurlijk, meer dan een eeuw later, heel anders tegen aankijken. Maar het is heel duidelijk een manier om iets te vertellen over dat verleden op een hele beeldende manier. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wanneer je zou zeggen, nou, dit paneel is er nu eenmaal en we gaan gewoon weer heel vrolijk met die gouden koets rondrijden op het moment dat deze mooie tentoonstelling is afgelopen. In de laatste zaal van de tentoonstelling wordt heel actief aan de bezoekers gevraagd, wat vinden jullie daar nou van? Je hebt de tentoonstelling gezien, of u heeft de tentoonstelling gezien. En vindt u nou, wat is nou de toekomst, wat is nou de beste toekomst van die gouden koets? Als mij die vraag wordt gesteld, dan zeg ik, zoals hij hier nu staat, staat hij hier fantastisch. Maar hij zou in de toekomst ook in een museum moeten staan, op een plek waar mensen ernaar kunnen kijken, van heel dichtbij. En dat kan natuurlijk niet als hij in de koninklijke stallen staat of als hij rondreist. Maar hier kan je er van dichtbij naar kijken. Je kunt aan de ene kant onder de indruk zijn van al het vakwerk wat hier ook te zien is. Het is natuurlijk echt een mooie koets. En het is niet voor niets dat die jarenlang is gerestaureerd. Dat is ook door vakmensen gedaan.
Het vertelt het verhaal van Nederland aan het einde van de 19e eeuw. En ook wel de decennia daarna. En daarom denk ik dat een museum, bijvoorbeeld het Amsterdam Museum, is een ideale plek om de koets te laten zien. Het is bovendien ook een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan het Koningshuis. Dus mijn keuze zou zijn op een of andere manier terug naar het Amsterdam Museum, als dat weer helemaal open kan gaan na de grote verbouwing. En ik denk dat die dan een publiekstrekker zal blijven.